Op wijngaard El Placer in Lelystad hebben vrijwilligers vandaag de druiven geoogst. In totaal staan er 1350 wijnstokken op het terrein en die worden door ongeveer 25 vrijwilligers geplukt. Ja. Omdat El Placer een kleine wijngaard is, kan eigenaar Johan Rippen geen personeel betalen om de oogst te doen. Hij deed daarom een beroep op de Flevolandse afdeling van de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. Wij willen het ecologisch leven en tuinieren. Daar staat VELT voor, Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. Willen we zoveel mogelijk bij mensen promoten. En dat gaat er dan om dat je geen gebruik maakt van insecticiden bij het tuinieren en geen kunstmest gebruikt. Er zijn allemaal hele goede manieren voor hoe je dat in je tuin of zelfs op je balkonnetje allerlei voedsel zelf kunt verbouwen. De vrijwilligers vinden het vooral leuk om een keer de druivenoogst te doen. Goedemorgen mevrouw, had u al eerder druiven geplukt? Alleen in mijn eigen tuin, ja. En ja, dit is voor het echtje, want hier wordt ook echt wijn van gemaakt. Ja. Heeft u nog instructies gehad? Ja, we moeten de verkleurde druiven eruit halen, want die zijn te zuur. Beschimmelde druiven ook, want die kunnen dan in het hele proces ook nog weer de andere aansteken. En dat gaat ten koste van de goede wijn. Ja. Het is leuk werk, maar ook wel inspannend. Niet al te best voor je rug. Ik denk als je de hele dag staat, dat je vanavond op de bank moeilijk overeind komt. Dag mevrouw, had u al eerder druiven geplukt? Nou, in mijn eigen tuin, maar deze oogst bij mij is nu mislukt. Dus ik dacht, ik ga hier even lekker plukken. Ja, en hoopt u dan ook het eindproduct een keer te drinken? Ja, dat hopen we wel. Ja, dit zal niet van deze druiven zijn, maar wel van de vorige oogst, denk ik. Voor wijnboer Johan Rippen kan de dag niet meer stuk. Nou, is het een beetje goede oogst? Ja, dit ziet er prachtig uit. Kijk, onaangetast en keurig vol geworden, zeg maar. Dus daar ben ik dik tevreden mee.